Deze Swift uit 1920 was de oudste van een dertigtal antieke auto's die in de gebouwen van het Nationaal Automobielmuseum in Leidschendam geveild werden. Deze Morgan uit 1935 is een driewieler. Niet iedere aangeboden wagen was rijklaar, maar voor een kennerverzamelaar is dat geen probleem. Voor de veiling bestond reusachtige belangstelling. Dan krijgen we nummer 39, hoor ik daarvoor. Veilingmeester Van Delden had zich met de notaris en de administratie heel toepasselijk op een autobrug geïnstalleerd. Niemand meer dan 7600 gulden. Maar het kon nog veel hoger. Ja, en dan gaan we nu echt over naar het klapstuk, nummer 48. Deze prachtige Hispano-Suisse uit 1927 ongeveer. Ongeëvenaarde klas met een prachtig limousine-koetswerk, met strapontins, met een kroon, met een gestileerde ooievaar. Nou, wat hoor ik voor die Hispano? 12.000 gulden, 13.000. 13.000 gulden, nou laten we maar niet kinderachtig doen. 20.000 gulden, 20.000, niemand meer dan 20. En dan de laatste, de Rolls Royce uit 27 ongeveer. Als u goed bekeken heeft, kunt u zien dat met de hendel binnenin de lampen dimmend naar voren gaan. Maar ja, eigenlijk hoeft jou... De Rolls die 13.500 gulden opbracht, kon op eigen kracht vertrekken. In tegenstelling tot tal van andere oldtimers die gesleept moesten worden.